ik doe toch niets verkeerd? Allee, ja, wij doen toch niets verkeerd? Maar wacht, maar wij bedoelt je geen Elias, hè? Ah ja. Ja, maar nee, ik checkte het maar, hè. Want tegenwoordig is het niet meer zo duidelijk. Vroeger was wij, jij en ik. En nu? Zie je, dat bedoel ik dus. Constant die insinuaties, constant dat jaloers gedoe. Ja, maar geef me dan geen reden om jaloers te zijn. Ja, weet je wie er kwaad zou moeten zijn? Ik. Ja? En waarom? Omdat je mijn sms'en leest. Weet je wat dat wil zeggen? Nee, dat je me niet vertrouwt. Oh, je moet de situatie niet omdraaien, hè? Ik draai de situatie helemaal niet om. Ik zeg alleen maar dat Elias een goede vriend is van mij. Een hele goede vriend. En niks meer. Ja, en ik zie geen reden in om die vriendschap te verbreken. Nee. Ik ben uw lief. En ik vraag het aan u. Is dat geen reden genoeg? Nee, want jij zou mij moeten vertrouwen. Het feit dat jij zo reageert, weet je wat dat bewijst? Dat er wel iets is tussen u en Elias.